zijn hier bij de Twente Trail, een wedstrijd schapendrijven. En dat is eigenlijk meer voor beginners, mensen die net wedstrijd lopen met een hond. Ik kan ook wel ervaren mensen zijn met honden, maar met nieuwe jonge honden. En ja, een wedstrijdje op verschillende niveaus, drie verschillende niveaus. Hmm. En dat wordt volgens Engels parcours, heb ik begrepen. Ja. Wat is dat precies, een Engels parcours? Nou, je ziet, als je het parcours ziet, je ziet daar de jurykar helemaal in de verte. Daarvoor zie je een pion. Daar begint de henter met zijn wedstrijd. Ja. En bij deze pion hier, daar zetten wij de schapen klaar. Dan is de bedoeling dat de hond in een ruime beweging om de schapen heen gaat, daarachter komt. Ja. En in een rustige manier de schapen in beweging brengt tussen de eerste twee poorten hierdoor terug naar de deelnemer. Okay. En op dat moment moet de deelnemer om de paal heen. We hebben hier een links parcours, zoals je bij haar ziet. Zij loopt vanuit de jury gezien een linkse lijn. Dan moet ze door die twee poorten. Ja. Dan gaat ze rechtsom achter de eerste twee poorten langs naar die twee poorten. Mm-hmm. Dan gaan ze door die poorten en dan weer omheen terug naar de cirkel wat we daar zien. Okay. Dan is de bedoeling dat ze in de cirkel de schapen stilzet, onder controle houdt. Ja. Dan geeft de jury daar een akkoord op en vanaf dat moment moet ze verderop daar een pen, de schapen in een pen drijven. Okay. Dan is de wedstrijd klaar. Okay. Oké, dan heb ik ook wel eens gehoord over wat is een outrun en een drive en een fetch. De outrun is vanaf het moment dat de deelnemer zijn hond uitstuurt om de schapen op te halen, dat noemen wij de outrun. Oké. Op het moment dat de hond achter de schapen is, moet de hond in principe een lie down doen, dat is liggen of stilstaan. Yeah. En dan in een rustige beweging, dat noemen wij de fetch, de schapen door deze eerste twee poorten naar je toe. En vanaf dat moment, als je om die paal gaat waar je staat, dan begint je drive. Okay. En je drive is die driehoek die we lopen, terug naar de cirkel. En in een hoger niveau moet je in de cirkel een shed doen. Dan ga je scheiden. Je hebt koppen van 5 schapen, dan haal je de 2 schapen af. En die 2 moet de hond onder controle houden. Okay. Dat noemen wij de shed. Okay. En dan eindig je je parcours met de pen. Ja. En wat is een handler? De handler is de deelnemer die met zijn hond aan de wedstrijd deelneemt. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de handler en de hond. Het is de combinatie handler-hond. Ja, okay. Ja. Kevin, dit is je hobby? Ja, het is eigenlijk ondertussen uitgegroeid tot een passie. Uh-huh. Ik ben 5 jaar geleden, heb ik mijn eerste border collie gekocht. En toen hij bijna een jaar oud was, een keertje mee gaan kijken bij de schapendrijven. Dat deed de fokker van mijn hond ook. En ja, toen we eigenlijk, als je dat dan ziet, dan is het zo, zo machtig om te zien. Dat ik gelijk dacht van ja, dit wil ik ook. En ondertussen ben ik 4 border collies verder. Uh-huh.